soms denk van, ja, maar is mijn verhaal nou wel zo bijzonder? Die houding van, ik mag er eigenlijk niet zijn op zo'n podium. In deze video een paar praktische tips uit mijn online masterclass Krachtig Presenteren. Tips om jou te helpen om daadwerkelijk beter een presentatie te kunnen geven. Voor je team, voor een klant of misschien wel op het podium van een congres. En mocht je nou na het kijken van deze video denken, hey, frek, die tips, dat bevalt me wel en daar wil ik er meer van. De online masterclass heeft er meer dan 70, meer dan 4 uur aan materiaal. En dat niet alleen, interviews met top-experts, oefeningen om zelf beter te worden, een complete online masterclass. Nou, mocht je daarin geïnteresseerd zijn, hieronder in de beschrijving vind je alle informatie. Maar voor nu in deze video een paar tips speciaal voor jou op een rijtje. Wat wel leuk is, en ik heb daar zelf ook wel mee te maken, dat is dat je dat en dat snap ik ook wel, dat je soms denkt van ja, maar is mijn verhaal nou wel zo bijzonder? Hoe komt dat? Kijk, ik ben hier nu bezig in mijn studio, hierachter in deze studio ben ik bezig om deze masterclass te maken. Dat zijn heel veel video's, ik duik in het onderwerp. Het onderwerp presenteren is natuurlijk mijn vak. Ik sta super vaak op een podium, 50, 60 keer per jaar. Maar omdat ik daar zo mee bezig ben, denk ik wel eens van ja, maar is het nou eigenlijk wel zo bijzonder wat ik vertel? Omdat het voor mij niet zo bijzonder is. En dat is misschien wel herkenbaar voor jou ook. Als jij een pitch moet doen voor een nieuwe klant. Ja, en het gaat over jouw product of over je diensten. Ja, dan weet jij daar alles van. Hetzelfde geldt als jij voor teamleden moet presenteren. Ja, het gaat over je eigen organisatie, over je eigen rol. Dan is dat materie waar je dag en nacht mee bezig bent. En dan zou je dus wel eens het gevoel kunnen krijgen van ja, maar ja, is dat nou wel zo bijzonder? Nou, in veel gevallen is dat wel zo, omdat, en dat hoop ik, jij niet elke dag bezig bent met presenteren. Dus wat je van mij zult horen in deze masterclass, dat zijn, hoop ik tenminste, heel wat dingen waarvan je denkt, hé, verrek joh, daar heb ik wat aan. Dat wist ik nog niet. Dat is voor mij nieuw. Misschien ter relativering, als je met je verhaal bezig bent en met de voorbereidingen voor je verhaal en dat gevoel overvalt je ze nu en dan van ja, maar dat is toch wel gesneden koek. Dat snapt toch iedereen wel en dat is toch eigenlijk niet zo bijzonder. Realiseer je dat dat misschien wel komt doordat jij dagelijks met die materie bezig bent, maar je toehoorders. Ik denk het allerbelangrijkste als jij gaat presenteren, of dat nu is voor nieuwe klanten, of het is voor collega's, of misschien sta je wel eens op een congres als vak, als professional op een podium. Dat is, geloof je in jezelf? Wij zijn best wel heel goed en ik hoor dat heel vaak. Ik spreek natuurlijk als dagvoorzitter nou, misschien wel een paar honderd sprekers per jaar op alle congressen die ik voorzit. En ik hoor het heel vaak, een soort van verontschuldigend toontje van ja, maar wie ben ik nou eigenlijk? En ben ik nou wel zo boeiend? Mijn eerlijke antwoord is dan altijd, als jij dat echt vindt, als jij vindt dat jij niet boeiend bent en dat jij niet de moeite waard bent en dat jij geen interessant verhaal hebt, dan moet je het podium ook niet op. Dan moet je ook niet gaan presenteren als jij daar echt van overtuigd bent. Want waarom zou je dan de tijd van je potentiële klant of van je teamleden of van de mensen in een zaal, waarom zou je hun tijd verknoeien terwijl jij ervan overtuigd bent dat jij niet boeiend bent? Maar ik denk dat het wel meevalt. Ik denk dat het in veel gevallen ook een soort van excuus is dat je het eigenlijk spannend vindt, dat je het eng vindt en dat je niet precies goed weet hoe je het moet aanpakken. En dat het dan wel heel makkelijk is om te zeggen van ja, maar ik ben totaal niet boeiend. Dus het begint met het overboord gooien van die overtuiging. En ik weet niet of dat bij jou nou aan de orde is, maar wel bij veel sprekers. Dat is toch ja, die houding van ik mag er eigenlijk niet zijn op zo'n podium. Het begint met geloof in jezelf. Jij mag er zijn, jij bent uniek en jij bent in staat om dat verhaal te vertellen. En ik noem het al het verhaal vertellen, dat is het tweede aspect. Geloof je in je eigen verhaal. Sterker nog, heb jij daadwerkelijk nagedacht over wat jij nou van jouw verhaal vindt? Ik sprak hierover met Ben Tichelaar. Ben Tichelaar is onder andere bekend van MBA in een dag. Een programma van hem wat hij al heel wat jaren draait. Maar daarnaast mocht hij een aantal jaren geleden, mocht hij president, toentertijd president Obama interviewen op een podium hier in Nederland. En als het gaat om dat verdiepen in wat vind ik nou eigenlijk van mijn eigen verhaal, daarover zei Obama het volgende. Wat mij ontzettend aansprak in het gesprek met Barack Obama, daar ging het ook deels over spreken en over het feit dat hij zo'n goede spreker is, als een hele goede spreker wordt gezien. Heeft het te maken met humor? Waar gaat het over? Is het charisma? En hij zei, en ik vond dat heel sterk, hij zei ja, al die dingen worden toch wel een beetje overschat. Natuurlijk moet je grappig zijn en I'm funny, zei hij er nog bij, nou, dan moest iedereen lachen. Maar het belangrijkste, zegt hij,
Als ik een lezing moet geven, als ik moet spreken, is de tijd nemen om echt eventjes te reflecteren, te gaan zitten en je af te vragen, wat vind ik hier nou echt van? Wat vind ik hier nou van? En pas op het moment dat je echt een heel duidelijk gezichtspunt hebt, dat je zegt, nou, en dit is nou wat ik vind, dit vind ik belangrijk, dan ga je pas je verhaal maken. En ik vond dat heel sterk, want dat is een stap die je vaak overslaat. Voor je het weet, ben je nadenken, oké, wat wil ik dat het publiek gaat doen? Wat moet ze mee naar huis nemen? Wat werkt? Hè? Wat zijn de trucs? Wat zijn de tips en tricks? En dat is allemaal belangrijk. Maar als je niet een verhaal te vertellen hebt waar je echt zelf in gelooft, dan zijn al die andere dingen eigenlijk niet de moeite waard. Dus samenvattend, geloof in jezelf. Heb de overtuiging dat jij dat podium, wat dat podium dan ook is, dat jij dat podium verdient. En ten tweede, denk goed na over je verhaal. Zorg dat je het verhaal daadwerkelijk bent en leeft. Twee absolute randvoorwaarden om te komen tot een krachtige presentatie. Ik hoop dat je wat aan deze tips hebt en dat ze jou kunnen helpen om daadwerkelijk beter te presenteren. En wat ik in het begin al zei, wil je meer van dit soort tips? Ik heb een complete online masterclass, krachtig presenteren, die jou verder kan helpen. Met meer dan 4 uur aan videomateriaal en meer dan 70 van dit soort praktische en direct toepasbare tips uit mijn eigen praktijk als dagvoorzitter. Want ik kom zoveel mensen tegen op een podium en heb daar zoveel van geleerd, ook hoe het niet moet, dat ik jou heel graag verder help. Dus ben je erin geïnteresseerd? Kijk hieronder in de beschrijving en daar vind je alle informatie. Voor nu, dankjewel voor het kijken. Hoi! Thank you.